Naar Bas. Bas, jij was de eerste jaar de initiatiefnemer van dit gebeuren. Waarom doe je dit jaar niet mee? Ja, dit jaar in november kreeg ik een heel groot project waar ik de nadruk aan moest leggen en volledig hard aan moest trekken dat ik geen tijd had om dit jaar de boel goed voor te bereiden. Dus in januari heb ik Björn bereid gevonden om een stokje van me over te nemen. En Björn, was het een zware taak? Nou, eerlijk gezegd wel. Het was wel een zware taak hoor. Maar we zijn erg tevreden met het aantal deelnemers. En het weer is gewoon eigenlijk stiekem fantastisch. Want ze hadden voorspeld dat het zou gaan regenen. Dus. Is het moeilijk om mensen te zoeken om op de markt toch reclame te maken voor hun standje? Nou, valt eigenlijk wel mee. De deelnemers waren erg enthousiast. Als je ziet, ik denk meer dan de helft van de deelnemers hadden vorig jaar ook al meegedaan. Dus op zich was het redelijk makkelijk om mensen bereid te vinden. Maar Wijk is ook erg duurzaam. De ideale doelgroep loopt hier rond. Dus deelondernemers staan er graag. Bas, je hebt de markt ook overheen gelopen. Zit er nog iets nieuws tussen dat je denkt van, nou, dat is wel heel leuk? Nou, de brug die dit jaar gelegd wordt is heel duidelijk dat ze meer met de kinderen willen doen. Dus er is die creatieve knutselhoek. En er zijn veel meer burgerinitiatieven in Veenhof. Wat de gemeente eigenlijk faciliteert. Een zonnewijnde dadelijk in Leur. Dus er worden echt nu handen en voeten gegeven aan Wijchen energie neutraal ergens in 2035 wat ze willen. Dus dat is heel erg mooi om te zien dat het vorig jaar was het een stuk duwen. En dit jaar zie je dat het ook regionaal in de wijken wordt opgedaan. De Wijchense, het Veenhof, maar ook de sportgebouwen, de buurthuizen en ook het... Denk erover na. Komt dadelijk. Daken liggen vol met zonnepanelen. En er wordt minder verspild met energie, dankzij ook spouwmeerisolatie. Gelukkig. We staan hier op de Duurzaamheidsmarkt in Wijchen. U doet mee voor de eerste keer, de Repair Café, Johan de Kievit. Ja. Wat vind je ervan? Ik ben gevraagd om hierbij te staan, omdat wij door dingen te repareren ook bijdragen aan de duurzaamheid. En toen zei ik tegen Laurette, nou dat vind ik leuk om ik hier staan. En dan kan ik gelijk wat reclame maken voor het Repair Café. En dat lukt aardig, want jullie zijn er ook weer. Ja. Jullie zijn, oktober zijn jullie open gegaan. Eén keer de maand zijn jullie beschikbaar, zeg maar. Elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 1 uur. Hoe loopt het? Goed. Ik kan altijd meer klanten gebruiken, dus mensen, kom. En ik krijg er ook steeds meer vrijwilligers bij. Dus je kan een groter potentieel aan klanten aan. Dus kom. Zijn het meer grote reparaties? Ik zie bijvoorbeeld dat ze hierachter iets naaien. Of ook computers? We hebben mensen die kunnen repareren aan elektrische apparaten. We doen kleding. We doen computers. We doen ook kinderspeelgoed. En alles wat je naar binnen kan dragen, dat wordt gerepareerd. Maar of dat altijd gemaakt wordt, dat is de vraag natuurlijk. De praktijk laat zien dat de kleding altijd gemaakt wordt. Maar de elektrische apparaat is ongeveer 3/4 te maken. En 1/4 zodanig verouderd of geen onderdelen meer voor te krijgen. Dat helaas naar de stort moet. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik zie al heel veel mensen bij de kraam staan. Dus wie weet volgende maand heel druk. Volgende week, hè, aanstaande zaterdag. Dus 2 mei zijn we geopend. En komt allen.